Yo, what up? Nog steeds demo op je beeldscherm. Nog steeds bij de auditierondes van Punch Out Barrels. En op dit moment sta ik met de auditant Abs, die zich heeft aangemeld en ik ben heel benieuwd waarom. Ik heb me aangemeld omdat ik de beste ben. Okay. Ja, je gaat dus echt gewoon everybody murderen. Sowieso, man. Kijk, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik doe dit al jaren. Ik heb heel veel interviews gedaan met mensen. Heel vaak dit gehoord, zeg maar. En dan uiteindelijk bij de battle zelf. Nou zeg ik niet dat jij dat gaat doen, zeg maar. Maar wat maakt jou unieker dan de rest? Kijk, je weet toch. Vorig jaar was geen choke eigenlijk, je weet toch. Mijn tijd was een beetje afgekat. Ik had het niet over jou of zo specifiek. In principe, je weet toch, wat mij uniek maakt. Ik heb gewoon mijn eigen stijl, weet je. Je weet toch, ik doe gewoon mijn ding. En je weet, ik heb een cent gewoon, je weet toch. Ik doe gewoon mijn ding, weet je. Voor al de mensen die Abs misschien nog niet kennen, hoe zou je jezelf omschrijven? Wat voor soort battle MC ben jij? Ben je meer van de grapjes? Ben je meer van de diepe zinnen? Nee, gewoon mijn straight bars. Ja, toch? Bar op bar. Bar achter bar. Ja, toch? Wat ik bedoel, ik probeer gewoon die hip-hop naar een andere level te brengen, weet je. Ik bedoel, kijk, 10 jaar geleden hadden we geen schijnvakantie met die CD's dingen en zo. Maar deze tijd, YouTube, je weet het, knalt, weet je. Weet toch? Een paar jaar ben ik nu vrij. Je wil even jouw stempel ook zetten. Kijk, als ik mijn kans niet heb gekregen op dat moment, je weet het toch, moet ik gewoon nu mijn kans pakken, toch? Ja, je weet toch? Die andere gasten ook, toch? Future, Rick Ross. Die gasten die blazen nog steeds, man. French Montana, al die mannen. Nou heb je dadelijk echt een tegenstander ook waar je tegen moet battelen. Wat verwacht je van hem? Ik weet je chewt het al. Nee, welke tegenstander, man? Ik sta gewoon tegen een spiegel. Check. Je weet toch, ik ken die man niet, weet je. Je weet toch. Dus ik heb gewoon mijn bars gebracht wat ik kon brengen. En je weet toch, voor die andere man die niet was gekomen. Die man is gewoon eigenlijk een pussy man, man. Je weet toch, je moest gewoon komen, man. Ik ga bedoelen, desnoods kom je gewoon, meld je hier af, maar je weet, dat gaat niet als een poesie. Gewoon vanaf daar zeggen van, hey, kom niet meer, dit. En die man heeft al die bars al voor je klaargemaakt, alles, je weet toch. Nu, dus je moest even nieuwe bars ineens gaan pennen. Pokoe gaat door, man. Je weet toch, jij wordt ook gedist, man. Denk je wel niet, man. Okay. Everybody wordt gedist gewoon. Stel dat jij uiteindelijk gewoon wint dadelijk, je gaat door naar de Punch-Out League. Tegen wie zou je dan graag een keer, je zegt dat je everybody murdert. Tegen wie zou je jezelf echt een keer willen meten van, ja, tegen hem wil ik graag een keer gaan? Waldo of zo, Stef. Chaien. Niet interessant, man. Insano misschien. Misschien, ik weet het wel. Bar. Hij heeft wel bas. Dat wil ik wel een keer zien gebeuren. Natuurlijk moet je eerst vandaag even winnen, dan de auditieronde. Ik ga jou heel veel succes wensen, Abs. En wellicht zien we jou terug in de bar, in de ring tegen Insano, man. Abs, demo, Punch-Out Battles. En op dit moment sta ik naast SK. Je weet dat de eerste vraag wordt, waar staat SK voor? SK is mijn voor- en achternaam. En ja, man, ik heb eerder mee gewoon een Punch-Out, was stressvol, maar daarna meer persoonlijk geworden, dus ja, man, SK. Dus meer persoonlijke naam voor meer persoonlijke bar. Precies, ja, man, dat. Je hebt vandaag dan een tegenstander, wat verwacht je daarvan? Ik heb een battle van hem gezien. Deze man is 32 jaar en zo, je weet toch? Dus, je begint niet altijd dissen. Nee, meer wil ik niet zeggen, snap je? Maar je weet toch, je moet gewoon kijken, man. Je weet toch? Voor alle mensen die misschien jouw eerdere battles nog niet hebben gezien, nog niet weten wie jij bent, hoe zou je jezelf omschrijven in een paar zinnen? Veel wordplay. Ik hou heel veel van wordplay, daar hou ik van. Punches hou ik veel van. Vorige keer, je weet toch, ging ik heel snel. Maar nu, we hebben nu ook. Hebben we maar een week van tevoren hebben we pas te horen gekregen wie mijn tegenstander was. Bij mij voor. Ik heb 2 vorige tegenstanders, hebben alle 2 afgezegd. Dus ik had een week van tevoren, maar deze tekst. Ik ben blijer met deze tekst dan dat met die tekst van de vorige waren, snap je? Dus eigenlijk was dat gewoon een voordeel van jou. Precies, ja man, precies. Want, ja man. Nou, strijd je eigenlijk vandaag voor een plek in de league? Denk je dat je zeg maar de mensen die op dit moment in de league zitten, dat je dat aan kan? Voor zover ik weet. Ik ga niet zeggen dat ik iemand aan kan, maar ik kan wel zeggen dat ik zelf sowieso wel in hun lane ben, zeg maar. Kan je wel matchen met... Wel matchen, ja man. En ik kan misschien ja, heel wat brengen. Okay. En de winst heb je vandaag ook sowieso in de pakket, toch? Inshallah man, ik denk het wel. Maar ja man, alles ligt in Gods hand. Heerlijk. SK man, ik ga je heel veel succes wensen, broer. En wellicht tot in de league, man. SK, demo, back.